Kijk, ik weet wat mensen denken. Het hoort erbij. Hoezo het hoort erbij? Ik ben dienstvrouw, ja. Maar ik ben er niet om meneer te dienen. En niemand die me gaat geloven. Dat is het ergste. Want ze gaan zeggen, er is toch niets echt gebeurd? Wat? Omdat hij me niet heeft verkracht is er niets gebeurd? Of omdat hij zijn ding niet in me heeft? En ik weet wat je nu denkt. Dan zoek je toch een andere job? Maar kijk, behalve die dingen van meneer toch? Echt, ik word hier goed behandeld. Salarisverhoging elk jaar heeft mevrouw Jane gezegd. Vakantiegeld, busgeld, kerstpakket. En echt, tot nu toe heeft ze niet gejokt. En als mijn kind ziek is, maakt ze nooit een probleem als ik afbel. Ik heb maar één eis, zei ze tegen me toen ik bij haar begon te werken 3 jaar terug. Ik moet je kunnen vertrouwen. Als je iets tekort komt, vraag het me, maar steel het niet. Eigenlijk had ze dat ook aan die man van haar moeten zeggen. Als je iets tekort komt, vraag het me, steel het niet van een ander. Want eigenlijk is dat nu wat hij doet. Hij steelt iets dat van mij is. Mijn rust. Mijn slaap. Als ik mevrouw ga zeggen, zal ze me geloven? Of zal ze haar man geloven? Wat zou jij doen, hè? Huh? Kijk, als je man de hele dag poeslief voor je was, schatje dit, poppetje zo, ben je ieder opscheppen. Mevrouw is mijn leven. Waar vind ik weer zo'n mooie, slimme vrouw? Vroeger dacht ik dat deze ding alleen in films gebeurde, boy. Maar nu weet ik, en zo houdt hij er zoet met die praatjes van hem. Want dan weet ze niet wat voor man ze eigenlijk in haar huis heeft. Daarom twijfel ik om mevrouw te vertellen. Maar natuurlijk deed hij die dingen alleen als mevrouw niet in de buurt was. Vroeger zag ik hem nooit, hij ging voor haar uit huis. Maar sinds kort heeft hij een nieuwe baan en dan komt hij om de haverklap naar huis. Soms 11 uur, soms 1 uur. En het is steeds weer iets anders dat ik met hem meemaak. Zo begon het, zo onschuldig. Eerst gewoon een opmerking van... Rita, je ziet er spannend uit vandaag hoor. Of dan een andere opmerking weer zo van... Rita, je broek zit zo strak, ik kan alles raden. In het begin deed ik alsof ik het niet hoorde. Tot op een dag dat hij tegen me zei dat hij wenste dat ik elke dag t-shirts naar het werk moest dragen. Want ik moest mijn sappige borsten niet verbergen. Toen heb ik hem gezegd, meneer Roy, u maakt me verlegen met de dingen die u zegt. Liever praat u niet over mijn lichaam. Maar ik doe toch niets? Ik maak alleen een paar complimenten. En toen dacht ik, ja... Misschien bedoelt hij het gewoon zo. En misschien praten ze zo als ze elite zijn. En tegelijkertijd dacht ik ook aan mijn mooi salaris en mijn busgeld. Als het alleen bij praten was gebleven, zou ik misschien nog ermee kunnen. Maar het werd steeds erger. Maar nog steeds raakte hij me niet aan. Een paar weken geleden zat hij in de voorzaal. Hij keek naar film. Een pornofilm. Terwijl hij bliksems goed wist dat ik daar zou moeten dweilen. Ga gerust je gang hoor, zei hij, je stoort me niet. Maar jij stoort me wel, dacht ik. Maar ja, wat kan ik doen, het is zijn huis. Dus vanaf toen keek hij regelmatig naar porno. En terwijl hij zo kijkt, doet hij van die uitspraken en zegt hij, Rita, kijk daar, spannend, no? Dat zou ik ook een keer willen proberen, wat denk je, Rita? Het enige wat ik nog kan doen, is hard met die swabber tegen die stoelpoot slaan. Sorry, zeg ik dan, maar nog steeds raakt hij me niet aan. Een keer was ik in de keuken bezig, vaten wassen. Ik kwam mij drinken halen, in zo'n jockey. Het is warm vandaag, hè, zegt hij dan. Op een ochtend ging ik naar hun slaapkamer om te stofzuigen. Terwijl hij onder de douche staat met de deur open. En ik wist dat het opzet was, want hij zei dat ik gerust mijn werk kon doen terwijl hij onder de douche staat.
Ik wacht wel even, zei ik. En ik ben weggerend. Ik heb Joyce gebeld, mijn vriendin. Joyce zegt, ja, deze dingen zijn moeilijk. Je kan proberen met mevrouw te praten. Maar Joyce heeft dit ook al een keer meegemaakt. En mevrouw heeft er beschuldigd dat zij die man heeft verleid. En ze mag direct wegblijven. En ja, wat ga je de politie zeggen? Het is niet dat die man je heeft verkracht. Maar nu, vandaag, ik was in de keuken bezig toen hij me riep. Rita, kan je me even komen helpen? En ik dacht, wat nu weer? En ja hoor. Ik maak die deur open. En daar stond hij. Hij was gewoon met zichzelf. Hij was gewoon met zichzelf bezig. Kom je me helpen, hijgde hij nog. Ik heb mijn tas gepakt en ben weggerend. Wat moet ik doen? Misschien moet ik gewoon niet moeilijk doen en denk het hoort erbij. Waar vind ik weer zo'n goede job? Als ik mevrouw ga vertellen, wiens partij gaat ze trekken? Kan ik naar de politie? Die gaan zeggen dat ik niet verkracht ben. En wiens partij gaan ze trekken? Van een dienstmeisje? Of van een biggie zakenman? Ik moet iets doen. Maar wat? What?